Biloba Hip is een van de artiesten die zondag op het Back to Life Pop Festival in Biddinghuizen optreedt, een van de Field Lab proefevenementen. Op het terrein worden 1500 bezoekers ontvangen. Ik heb nog nooit voor zo'n grote groep gezongen, geloof ik, vertelt Biloba Hip aan het ANP. Ik voel wel spanning, maar ik houd van spanning. Tekst gaat verder onder advertentie. Bilal's zangcarrière startte in 2019, maar zijn grote hits als Tigers kwamen pas in 2020 uit. Toen was het al vol op corona. Ik heb hooguit voor 500 of 600 man in Spanje gestaan. Dat vond hij al ontzettend vet. Ik kon er niet van slapen daarna. Dus dat belooft nog wat dit weekend. Bilal staat op het Back to Life evenement naast onder andere Chef Special, De Staat, Maan, Jet Rebel en Vrouwtje. Zaterdag vond daar al het dansenfestival plaats met onder meer Sunnery James en Rian Marciano en Sam Veld. De festivals zijn onderdeel van een reeks proefevenementen. Naar elk festival komen 1500 mensen, die worden verdeeld in drie groepen van 500 personen. Charmes, ondanks de spanning is de zanger van plan alle harten te stelen. Op dit soort momenten ga ik het hardst genieten en hopelijk zorgt dat ervoor dat mijn publiek ook geniet, legt hij uit. Daarom gaat hij extra hard zijn best doen. Ik word als een van de weinigen gevraagd voor zo'n festival, dan ga ik er ook echt voor. Over de voorbereidingen heeft hij ook niet veel zorgen. Ik denk dat ik die charmes wel heb, voel me altijd goed op het podium. Dan gaat het altijd wel lekker. Bovendien is het niet als een eigen tour, dan zou hij wel meer invulling willen geven met choreografie en set design. Maar iedereen snakt nu naar een feestje, ik kan amper iets verpesten, toch? Buzzen, let's blokkade.